op naar nummer 7. En dat is een tweekoppige slang. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dat vind ik heel raar. Maar wel cool op zich. Welkom bij deze gloednieuwe video. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer zeker even. En dan gaan we gauw beginnen met de video. Deze video de top 10 bizarre huisdieren. En nummer 10 is de alien cat. En deze heeft hele rare ogen. Ik heb dit echt nog nooit eerder gezien. Dat zijn gewoon hele rare ogen. Op naar nummer 9. En nummer 9, dat is de grootste hond, Zeus. En die is... De lengte is 2 meter 18. En de schouderhoogte bedroeg 1 meter 12. Dat is dus ongeveer zo hoog. Of zoiets. Dat is echt heel hoog. Voor een hond is dat echt heel hoog. Op naar nummer 8. Nummer 8 is een hond met 2 poten. Door een afwijking bij de geboorte moesten de achterpoten van bokser Duncan geamputeerd worden. Dat vind ik echt sneu. Nou, dus daarom heeft hij 2 poten. En dat vind ik echt sneu. Maar, ja. Op naar nummer 7. En dat is een tweekoppige slang. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dat vind ik heel raar. Maar wel cool op zich. Nummer 6 is de dikste hond. En die. De 5 jaar oude Tackle Obi was in 2012... de dikste hond ter wereld. Hij woog ruim 77 pond. Oftewel bijna 35 kilo. Dat is bijna even zwaar als ik ben. Moet je nagaan. Voor een hond is dat echt zwaar. En de tweede, dit is meer dan 2 keer zo zwaar als het normale gewicht. Ja, dat wil ik wel geloven. Dat is echt gewoon heel zwaar voor een tackle. Ik geloof ook voor een hond. Oké, de volgende. Nummer 5. De grootste goudvis. En die is, nou die heet Goldie. En die is maar liefst 50 inches lang. En dat is dus ruim 38 centimeter. En hoe lang is dat 38 centimeter? Dat is, ik heb hier een lineaal. Oh nee, die heb ik hier niet. Nou, dan is het ongeveer zo. Zoiets. Zo lang is een goudvis. Een normale, die is zo lang, moet je nagaan. Een normale goudvis is ongeveer zo. Dus zo is die. Dat is echt gewoon heel erg. En dan op naar nummer 4. Dat is de sterkste hond. En die ziet er heel gespierd uit. En die is echt heel sterk, lijkt me. Maar jongen, als je die hond ziet, die is zo gespierd. En die heeft overal spieren. Echt gewoon, dat lijkt net John Cena. Als de mens zou zijn, zou het net John Cena lijken of zo. Zoiets. Op naar nummer 3. Nummer 3 is de meemkatten. Met het Engelse meemkat worden de grappige gezichtsuitdrukkingen bij katten bedoeld. De 4-jarige kat genoemd Tartar, ook wel een grumpy cat of zo. Grumpy cat. Ja, dat is meme of zo. Dat zijn van die populaire, ja, weet ik niet precies. Maar dat ziet er. Die kat lijkt wel heel leuk. Alsof die een beetje moe is. Hij kijkt echt helemaal zo. Het lijkt net alsof die heel moe is. En dan kijk zo. Zo kijkt hij een beetje. Echt heel raar. Oké, en dan op naar nummer 2. Dat is net zoals de slang. 2 koppen heeft. Maar dan een schildpad met 2 koppen. Het ziet er ook heel raar uit eigenlijk. Ja. Ik heb eigenlijk niet heel veel te zeggen. Het ziet er alleen een beetje raar uit. Dat is alles. Op naar de laatste. En dat is nummer 1. En dat is een kat. Je raadt het waarschijnlijk al. Met 2 hoofden. 2 gezichten. Oh, dat ziet er zo raar uit. Ik heb dat echt nog nooit gezien. Dat is gewoon een kat met 3 ogen. 2 neusgaten. Ja, dat is gewoon echt raar. Dat is echt heel raar. Nou, dit was de video. Vonden jullie hem tof? Ram even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. Doe dat zeker. En dan zie ik jullie hopelijk graag in de volgende video weer. En zoals altijd, laters!
Abonneer hier. En zeg ze altijd, laters.